Uitgerekend de NMBS zorgde voor enige vertraging, maar daarna kon de carnavalstoet van Zwalm gisteravond beginnen. De praalwagens worden voorafgegaan door een lange sponsorcaravaan. Die werpen allerlei spullen op straat, waar vooral kinderen naar uitkijken. En dan is het tijd voor de eigenlijke carnavalstoet. In Zwalm hebben ze geen prinscarnaval, maar wel een nar. Hij opent de stoet. In Zwalm is nog niet de traditie van de prinsverkiezingen. Het heeft ook zijn principes van nar te zijn. En ik vind dat een hele mooie eer om nar te zijn van Zwalm. Dit jaar zijn er 19 praalwagens op het carnaval van Zwalm. Eén na één rijden ze door het centrum waar een massa mensen het spektakel aanschouwt. Ik vind het gewoon fantastisch. Het is een heel mooie organisatie. We hebben hier een sterk team. En wij als gemeentebestuur ondersteunen dat ten volle. Omdat er zijn mensen die beweren dat er niks te doen is in Zwalm. Wel, wij bewijzen hier dat er heel veel te doen is in Zwalm. Wat een massa publiek hier meebrengt. Na 3 edities en met een nieuw parcours lijkt het carnaval in Zwalm een vaste waarde te worden. We zitten goed met het niveau van het carnaval en het aantal personen vind ik ook goed. Ik denk niet dat we direct moeten beginnen dromen van groter worden. Het is goed zoals het is. We zullen een paar jaar erop verder bouwen, denk ik, en dat komt dan wel goed.